Goedendag. We kunnen terugkijken op een aantal winterse weken in de Alpen. Met veel kou en ook sneeuw. En het zorgde voor mooie plaatjes, zoals die achter me. Mooie besneeuwde bomen, blauwe luchten en ook vrij lage temperaturen. Overdag vroeg het zelfs min 10 in sommige dalen. En dat zorgde ervoor dat er ook mooie optische illusies zichtbaar waren, zoals die achter me. Een prachtige halo met een paar heliums erbij. Ja, dat is een vallende polsneeuw En daarbij moet het echt wel kouder zijn dan min 10, wil je dit soort fenomenen? Ja, toch mooi waarnemen. Maar inmiddels is die koude lucht alweer verdreven. En dat kunnen we ook mooi zien aan deze foto van gisteren uit Salamzee. De bomen die zijn inmiddels alweer vrij van de sneeuw. En de bewolking nam toe. En afgelopen nacht trok er ook een storing met regen over. Daarbij viel de regen tot 2000 meter. Dus enkel nog sneeuw op de gletsjers. En dat komt allemaal omdat we te maken hebben met een sterke westcirculatie. Het is dus de temperatuur op 1500 meter hoogte. En dan zien we het al gelijk. Warme lucht vanaf de oceaan of relatief warme lucht van de oceaan bereikt de Alpen. En slechts af en toe zit er een bel met wat koudere lucht bij. Die dan misschien het oosten van de Alpen bereikt. Maar over het algemeen blijft het allemaal vrij mild. Begin volgende week zien we toch dat de stroming wat meer naar het zuidwesten draait. En dat die storingen wat meer naar het noorden worden gedrukt. Maar ja, die koude lucht weet gewoon niet de Alpen te bereiken. Zit wel in de buurt, want halverwege volgende week is het zo'n min 8 tot zelfs min 10 graden. Op 1500 meter hoogte, ongeveer 1000 tot 2000 kilometer ten noorden van de Alpen. Relatief niet ver weg. Maar u ziet het al: die bel met warme lucht die blijft in de buurt. En ja, blijft toch die noordkant en ook eigenlijk de gehele Alpen bereiken. En dat zijn toch niet de meest gunstige voortekenen, zo met de voorjaarsvakantie die er toch voorzichtig aan zit te komen. Nou, we beginnen eerst nog met het beeld van dinsdagavond. Dan zien we een warmtefront over de Alpen trekken, waarbij de sneeuwvalgrens snel omhoog ging. En vandaag liggen de Alpen dus in die warmere lucht. En In die warme lucht gaat morgen behoorlijk wat neerslag vallen in Oostenrijk. Het kan daar echt behoorlijk met bakken uit de lucht komen. Dan zult u misschien moeten denken aan 30 tot lokaal 60 mm regen. Daarbij ligt de sneeuwvalgrens aan de hoge kant, veel rond de 1000 meter, de 1500 meter. Maar het weekend belooft daarentegen echt mooi te worden. U zag het al. Een hoge drukgebied verovert de Alpen. Die storingen die worden naar het noorden weggedrukt. En de zon komt er goed bij. Maar we liggen dus wel echt in die warme oceaanlucht. Waarbij het op 1500 meter hoogte toch echt wel ruim boven nul is. En dat betekent dat het in de dalen zelfs 5 tot lokaal 12 of misschien zelfs wel 13 graden kan worden. Een beetje voorjaarstemperaturen en dat eind, eind januari. We gaan nog even wat meer in detail kijken naar die sneeuwval van morgen voor de Alpen. Voor vooral Oostenrijk, de noordkant. En dan zien we dat het vandaag nog droog is. Maar een nieuwe storing bereikt dus de Alpen aan de noordkant. En vooral morgen gaat er een behoorlijke bak sneeuw vanaf 1500 meter vallen. In de dalen, dus veelal regen. En samen met smeltwater kan dat voor overstromingen. En misschien wat andere overlasten als lawines veroorzaken. Voor de rest blijft het aan de zuidkant. Als ook in de Franse Alpen en een gedeelte van Zwitserland grotendeels droog, misschien maar goed ook met die hoge sneeuwvalgrens, maar in Oostenrijk kan dus vanaf 1500 meter hoogte een behoorlijke pak sneeuw vallen. Overigens kan die sneeuwvalgrens lokaal wat lager uitpakken, dat heeft met neerslagafkoeling te maken, dan staat er vrij weinig wind en dan kan die sneeuwval behoorlijk snel doorzakken tot in de dal, maar het is dan vaak wel vrij nattige sneeuw. En hoe gaat het dan verder? Dan zien we op de computeranimatie ook de donderdag nog die flinke pluk met neerslag die Oostenrijk bereikt. En een nieuwe storing die in de loop van vrijdag ook weer over Oostenrijk heen trekt. Het is daar een beetje van de regen in de drup. Elders blijft het droog en het weekend verloopt dan vriendelijk en mooi met dat hoge drukgebied dat zijn invloed uitoefent over de hele Alpengebied. En ja, die storingen blijven dan grotendeels ten noorden van de Alpen. Al blijft Oostenrijk misschien nog wel gevoelig voor een, een heel enkel restantje van een storing. En ook volgende week zien we daar weinig verandering in. Alhoewel, lage drukgebieden nemen in kracht toe boven Scandinavië. Maar dat hoog, wat hier bij de Golf van Biscayen ligt... ja, oefent toch nog genoeg invloed uit voor de Alpen om het daar allemaal nogal droog en stabiel te laten. Kortom, op veel plaatsen komende week echt wel mooi wintersportweer. Maar het is dus echt wel zacht. En nog even de samenvatting. Ik zei het dus al, donderdag veel regen en sneeuw aan de Oostenrijkse noordkant. En daarna volgt toch wel een heel zonnig en mooi weekend in de hele Alpenregio. Maar het is nog wel echt vrij zacht. Voor winterweer moeten we toch nog echt even wachten... Ja, laten we dat dan toch hopen voor de voorjaarsvakantie. Want over twee weken gaan weer veel Nederlanders richting de Alpen. En dan is de achtergrond die ik hier heb meegenomen toch wel een gewenst beeld. Fijne dag.